Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Vandaag is het toch eindelijk zover, jongens. De bankovervalvideo. We hebben er hard aan gewerkt. Vooral de gang. Dus ik wil even een grote shout-out doen. Vooral naar Rick, Piet, Jerry, oftewel Jordi. En natuurlijk gewoon de rest van de gang. De video duurt langer dan normaal, dus ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Vergeet zeker even niet te abonneren om verdere video's te volgen. Comment even je spannendste moment van deze video. En we hebben bijna de 100.000 abonnees, jongens. We kunnen het. Ik heb ervoor gekozen om deze video zonder facecam te doen. Om jullie zoveel mogelijk in de video te trekken. En het zo spannend mogelijk te maken. En dan nu gewoon veel kijkplezier. Oké, jongens, ik ben er klaar voor. De bankoverval die gaat beginnen. Het is zover. We hebben lang voorbereid. En het is eindelijk zover. We gaan beginnen. De jongens die staan hier buiten. Ik ben in het ganghuis. Het ganghuis mag ik helaas niet laten zien aan, aan jullie. De locatie ervan. Maar wel van binnen, dus vandaar. Nou, jongens, daar zijn we. Yes. Hey, ik ben er helemaal klaar voor, jongens. Goeiedag. Goeiedag. Mooi. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, dan mag je af en toe. Niemand ziet je toch binnen. Maakt niet uit. Ja, die kan af. Als je überhaupt een helm hebt. Ja, oké. Okay, nee, zo, top. Doe maar weer op. Dus we kalen wat, hè? Ja, hier zijn we dan met de hele crew, hè? Mm-hmm. Er zijn een paar mensen al vertrokken. Mees gaat bij de motoren staan. Ren staat met de bus klaar. Wij vier gaan de bank in. Ja. We gaan zo even wel moeten kijken voor een paar mensen te ontvoeren, natuurlijk. Zou er vier in totaal moeten zijn? Als wij hebben gekeken naar de eisen die we willen stellen. En voor de veiligheid van onszelf om weg te komen, natuurlijk. Ja. Die pakken wij zo wel. Ik ga sowieso niet rijden. Ik en Rick mogen niet samen zitten. Want dus ik ga mee met jullie hebben de wapens. Ja, jullie hebben allebei dus de wapens. Oké. Okay. Ik ga samen met Jordi dan. Rick die gaat samen met jou. Maar ik ben niet zeker wie daar gaat rijden. Ik denk het beste dat jij kan gaan rijden. Dat ik rijd? Ja, want ik heb de vuurwapen, dus als er iets fout gaat, kan ik... Oké, dan moet je wel natuurlijk... prima. Nee, dat komt goed. Ja, dan moet je gewoon achter Jordi aanrijden. We gaan gewoon overal een beetje rondjes rijden, even kijken of waar mensen mee kunnen nemen. Ja. Zorg echt dat je wel in de juiste mindset zit, want als je dit verkloot, dan zijn we echt wat zwaar de lul. Nee, dat snap ik. Dat komt goed. Neem niet te veel risico's, zeker niet op de motor, want dan zijn we echt... Ja. Dat is gewoon heel erg als je daar een risico op neemt en het gaat mis. Mm-hmm. Ja, voor de rest, op het einde, als we daar komen bij die splitsing, hè? Rens, Jeffrey en Mees pakken allemaal een motor, die splitsen op en wij gaan in de Luma's weg. En ja. Ook weer 2-2. Wie rijdt er in die Luma? Ik en Rick weer. Jij en Rick. Ja. Voor de rest, dat zou alles moeten zijn, terwijl nog iemand iets heeft. Ja, we gaan nu alles klaarzetten, de auto's klaarzetten, de motoren klaarzetten. Ja. Iedereen heeft volgetankt, dus of gaan we nog één keer tanken voordat we gaan? Dat gaan we nu zo meteen sowieso doen. Ja, oké. Okay. Ik zou die outfit nog even uitdoen. Ja, dat ik zou wachten totdat we daar, want daar is ook nog een kledingwinkel. Ja, dat is het goeie. En voor de rest in de bank niet te veel praten. Nee, ik zal niet zoveel zeggen. Ik ga het ijsje doen. Tenzij het me gevraagd wordt, dan praat ik. Sorry. Ja, gewoon kalm aan blijven. Gewoon rustig, zoals ik heb gezegd. Iedereen heeft een beetje stress voor de bankoverval. Daarom dat ik nou een sigaretje aan het pakken ben. Maar... Ja, we zijn wel paf hier, hè. Maar dit wordt wel een succes, anders... Nee, dat komt wel goed. Ik heb er wel vertrouwen. Ja, kleine spelers. Ja. Oké, Effie, gaan wij dan even langs de kleding- en maskerwinkel? Gaan we gelijk auto's gaan we goed doen, boys. Ja, dat komt goed. Ik stap bij Effie in. Top, dan gaan we even naar de masker- en kledingwinkel. Eerst de kledingwinkel. Yes, ben je er klaar voor? Ja, toch wel een beetje stress, niet? Ja, dat snap ik al. Weet het, in één keer zoiets heftig gaan zitten. Ik doe even gewoon een normale outfit aan nu. En dan moeten we daar even langs de maskerwinkel, oké? Yes, we kunnen hoor. Ik doe hem wel even af, 2 seconden. Oké, jongens, we zijn onderweg naar het noorden. Vervolgens stappen we in de goede auto's en dan gaan we gijzelaars zoeken. En daarna gaat het beginnen. Wat is de eerste stap die we hier gaan doen? Oh, hier staan de Luma's en de auto's. Juist, jij gaat dadelijk mee met Jordi, Piet en Rick. Ja, ik ga wel mijn best doen om die netnamen goed te gebruiken. Want het is natuurlijk in een moment van spanning en stress wil je nog wel eens... Gewoon dat bij iemand bij de normale naam. Vliegen, maar, ja, daarom moet je het echt nu proberen. Ja, vanaf nu is het gewoon, jij met Frank. Nou, daar hebben we Tim. Ik zal mijn auto zo even loslaten. Dan kan jij de tankzone er ook even weer aanzetten. Volgens mij zijn nu gewoon Jake er ook. En ik ga het wel even af. We hebben hier Tim. Nee, Tim staat hier, sorry. Die staat hier. Of is het ik haal die twee op elkaar. Dit is niet Tim. Dit is Tim. Hier, dit is Tim. Ja, dan hebben we hier links van hebben we Ryan, dan hebben we daar Hugo, dan hebben we hier Jake en dan hebben we daar Milan en dan Frank is de auto weggehuisd en shit. Yes. Oh shit, dan heb je Droeveen Nieuws. Ja, daar hebben we ook contacten die, mee. Die horen ook bij ons. Die horen bij jullie. Oké, let's go. We gaan nu Rens de andere kant op.
We hebben de vrachtwagen verstopt staan. Die gaat de rems nu pakken. Oké, en die vrachtwagen die gaat hij dan bij de tunnel klaarzetten. En zelf erin natuurlijk. Ja, ja, hij rijdt nu zometeen zelf naar de tunnel toe. Goed, succes mannen. Yes, yo. Let's go. Yo, yo. Kijk, we zitten nu nog maar met z'n vier in de auto, toch? Ja. Ja, denken we daar nog een keer bij? Of, dat maakt ja, deze auto gaan we niet gebruiken. Nee, ik wou zeggen, deze wordt niet gebruikt, dus laat maar. En die motoren die zijn helemaal vol, dat weten we ook zeker. Nee, die worden gaan we zo meteen vol tanken. Oké, top. Die gaan we nu pakken en dan vol tanken. Yes, top. Dit wordt een epic victory royale. Jezus. Wat zei je nu? Nou, oké, Jordi doet niet meer mee met de bankoverval. Nee. Nee. Jij wordt een van de gijzelaars nu. Dat zou wat zijn. Kom je toch nog een keer in de buurt van een Volkswagen, hè, als jij gijzelaar bent? Oh-oh. Oei. Je zou eens moeten weten, Karel. Ja, hoe kom je überhaupt bij de naam Karel, jongen? Ja, geen idee. Ik rij nu met wie mee? Even kijken. Ja, met jou, hè? Rijn. Ja, hun twee pakken nu de motoren en dan gaan we zo meteen... Oké. We stappen nu zo meteen voor nu wel even bij hun achter. Hey, kijk eens. Wat? Je moeder! Wat? Oké. Voor mij kan je opstap, Karel. Yes. Daarom noemde ik een Karel, maar Kaal was. Kale Karel. Dat was hem. Dat was hem. Hij weet het weer. Dat was hem. We hebben hem. We hebben hem, jongens. Oké, hier staan de motoren. Zoals geoefend. Gaan wij nu via de trap naar boven? Oké, Tim, oftewel Mees, die houdt de motoren in de gaten. Die zet ze aan als wij erin komen, via het oortje. Nee, ik denk dat ze zelf gaan aanzetten. Ja, oké. Wie rijdt er nou op de motoren trouwens? Vind je het erg om te rijden? Ja, alleen dan moet ik wel achter. Dan kan ik nooit voorrijden, want ik ken de route niet zo goed als jullie. Nee, jij zit bij mij achterop? Ik zit bij achterop, ja. Nee, jij zit bij mij achterop, oké, top. Dit is de auto. Want hoe dikke wagen. Ik stap achterin. Om niet op te vallen. Zal ik vast rijden, of? Ja, rij me vast. Oké, we gaan nu namelijk mensen in de stad ophalen, ontvoeren. Ja, we moeten vier mensen hebben. Oké, top. Hey, alles en iedereen staat in principe klaar nu, toch? Yes, iedereen staat klaar. Iedereen staat klaar, alleen nu gaat het gewoon beginnen. Ja, we gaan nu even outfit switchen en dan gaan we waarschijnlijk even bij de ANWB kijken, want een blokkenpark is gewoon te risky. Nee, dat moet je niet doen. Ik denk dat we gewoon de ANWB pakken en dan vanaf daar gewoon even het vuurwapentje richten van nu instappen. Oké, en dan rijden we als we er één achterin hebben, wat dan? We moeten er twee hebben. Ons busje moeten we er twee hebben. Dan rijden we naar... Dan rijden we terug. Ja, dan rijden we naar Polito. Jullie moeten achter ons aanrijden. Yes, ja, we rijden achter jullie. Yes, we volgen jullie. We hebben een contact die heeft gehoord... tenminste, die is op zoek gegaan naar mensen die we kunnen hebben. Ja. In de oude ANWB, dus letterlijk hier al bij die quickfit, laten we zeggen. De quickfit. Daar staat nu iemand met zijn auto. We moeten de ingang blokkeren. En dan gaan we gewoon naar binnen toe. Stop hier maar. Gooi hem maar voor. Yes, ja, top. Top, let's go. Pak hem. Ik hou het zicht hier. Oké, jongens, ik bewaak nog heel even de deur hier. Ik hou het even in de gaten. Kijken of er niemand aankomt. Kijken of er geen andere mensen aankomen bij deze situatie. En vervolgens wordt hij daar gepakt en ontvoerd. Hij gaat mee. Oké, yes, we hebben de eerste. We hebben hem? Top. Ja. Communicatie zijn bij deze afgepakt. Yeah. Oké, zijn communicatie wordt afgepakt, hoor Nick. Ja. Top. Daar zit hij hoor, in de auto. Oké, richting de centrale bank. Hier, richting de centrale bank. De motor die moeten we hebben? Ja, rijd er maar naartoe. Meneer, mag ik een vraag stellen? Blijf staan, maat. Afstappen van je motor. In dat busje achter je. Instappen. Pak die communicatie af. Zijn communicatie wordt afgepakt, alles wordt hem afgenomen. Hij kan geen kant op. Oké, instappen. Yes. Oké, ik heb je navigatie ingesteld. Je kan die kant op. Yes, ik ga erheen. Het is dichtbij. Het is letterlijk hier om de hoek. Ja, klopt. Is daar één iemand of zijn daar twee mensen? Als het goed is, is het één iemand. Kijk, als het goed is, staat hij hier. Oh ja, kijk, staat hij. Pak jij hem? Ja, gooi hem even op. Hier twee, hoppa. Twee. Boys, allebei staan blijven. Ja, allebei achterin. Aan de lucht en over. Pak even alles af. Yes, oké, top. Ja. Allebei nu het busje in. Achterin stappen. Volgende ook. Het busje staat op slot, dus we kunnen er ook niet meer uit. Gezellig. Yes. Maar wat zijn we van plan? Jullie zijn onze hostetjes. Oh, wat gaan we doen? Dat zie je sowieso. Ja, wel mooi dat jullie met z'n tweeën waren, jongens. Dat maakt het zo makkelijker. Ja, toch. Je kan hem zo meteen gewoon recht voor de bank zetten. Als het goed staat, het andere busje staat al goed. Dan kan je hem gewoon net zoals die neerzetten. Wil ik je soms leuk vertellen, Karel? Ja? Weet je wie de andere in het busje hebben? Nou? Ja, een AMB'er, die heet Lobby. Echt? Ja. Ja, gek. Ik ken nog wel een Lowie. Ja, toevallig weer een nieuwe Lowie. Ik ken er nog wel een Lowie, joh. Die niet goed geëindigd met hem, hè. Gaan we even langs de kledingwinkel.
Even kijken, de achterdeuren van de busje staan nog steeds op slot. Die staan helemaal op slot, daar kunnen ze niet uit. Oké, jongens, we trekken nu de goede outfit aan. Dit is officieel de bankoverval outfit. En als we die aan hebben, dan is het echt zover. Dan nu is het echt zover. En nu begint echt wel de spanning te komen, hoor. Ja, hè? Rijn, nu komt er echt de spanning. Kunnen we? Ja, ga maar. Even kijken, je kan hem zeg maar horizontaal inzetten. Zeg maar zoals je nu staat, maar dan voor de deur, laat maar zeggen. Okay, zoals ze nu gaan. Oké, nou ook die kant op? Ja, je kan hem erachter zetten. Je kan hem erachter zetten. Erachter. Ja, ook met, ook met de neus die kant op, ja. Oké. Okay. Zo'n tactische bank, denk ik. Hey. Oké. Het slot zijn er vanaf. Ze gaan eruit. Volgen jullie mij. En geen gekke dingen doen. Allebei even je helm afdoen en je masker. Ja, top. Volg mij maar en geen gekke dingen doen. Hier naar binnen. Die zitten hier. Ik zou die meer aan het openzetten. Okay, jongens, we zijn binnen. Die bij daar even. Yes, voor je ze. Allemaal. Ja, jij hier. Ja, jij. Kerstmis, mag even daar bij die fotolijsten. Kom maar bij de fotolijsten. Goed zo. Fouilleer jij hem even? Ja, ik fouilleer hem. Ja, heb je gekke dingen bij? Nou, als je schildpadden aas hebt. Pak even gewoon alles wat je bij hebt. Ik fouilleer je ook nog even en ik pak ook alles uit je zakken wat je bij hebt. Als je mogelijk iets bij hebt. Dus je hebt... Nou, als je kerstmuts heb je niks bij. Ook onder je kerstmuts, check ik hem. Er zit niks onder. Ja, je weet maar nooit. Ik heb even alles gecheckt. Je hebt niks meer bij je nu, oké? Nee. Hij is helemaal ongeveerd. Blijf wel staan. Blijf maar wel gewoon even bij de muur staan. Blijf met je gezicht tegen de muur staan. Daar is het, jongens. Daar is het. Kluis. Zou ik ze in de gaten houden? Hé, hey, wat had hij op zich? Ik heb hier een machete. Geef die maar aan Karel. Ja, geef die maar aan mij. Karel, waar ben jij? Handjes omhoog. Ja, top, dankjewel. Dan heb je wat, ja. Ga er maar even bij staan. Ik zal wel bij hen staan. Hey. En die andere twee, zijn die ook... Die zijn gefeerd. Die hebben niks meer. Nu ik dat mes zie, word ik wel nerveus. Ja, dat snap ik. Oké. Logisch. Waarom moet dit? Ja, waarom moet het? Hey, als jullie je gewoon gedragen, gaat er niks gebeuren en dan is er niks aan de hand. Waar krijg je deel van de wind? Deze, jij gaat je bek houden, je krijgt juist niks. Steek je straks hem door je ribben, man. Dat zou jouw deel zijn. Hey, boys, ik denk dat het beste is als we die kerels hier in de vault zetten. Die twee die hierachter staan. Ja, vind ik wel goeie. Deze twee bedoel je. Wat is de vault, als ik vragen mag maar net? Opstaan. Hé jongens, ze gaan naar de vault, ze worden naar de vault gestuurd. Ga liever op die andere manier terecht en niet op mij. Ja, wordt op allebei wat gericht. Dat is niet alle waar, tijd van de wereld. Iedereen, iedereen. De kluis in. De kluis in. Goed zo, doorlopen. Huppa, op de knietjes als je iets meepakt. Als je iets meepakt, dan ben je gewoon zwaar. Ja, jullie gaan hier nu op de knieën. Ja, jongens, de spanning is nu. Het is een beetje de stilte voor de storm op het moment. Er staan daar waarschijnlijk zijn dat. Ik zie de twee pistolen, dus dat zijn Rick en Piet die staan daar. Hierachter staat Jordi, oftewel Jerry. Die staat hierachter ook. Oh nee, trouwens niet. De kluis is al leeg. Jordi en Piet staan daarvoor en Rick die staat er achter. Het is een beetje de stilte voor de storm. Komt via de weg de snelweg een B-klas aan. Niemand dat het hoort. Ja, dat heb ik gehoord. Oké, jongens, we horen in het oortje zojuist dat er een B-klas aankomt via de rechte snelweg. Ja. Dus we hebben overal door de stad hebben we scouts staan. Ja, de camera's die zijn geheim. Die allemaal zijn onder ons, die zijn allemaal geheim. Hugo, hier is je tas. Even kijken, dan geef ik jou even... Als je mij even jouw tas geeft, dan krijg je deze tas. Yes. Deze zit al gevuld. Top. Is het gevuld al met goud? Yes. Oké, zo, ik merk het. Ja, zwaar, hè? Voel je zware tas, hè? Al ondertussen ook in de gaten of er politie is. Ja, de politie is er. Ik sta in de klas. Jongens, ik zie de eerste agent voor de deur. Volgens mij zijn het er zelfs meerdere. Hij staat rechts. Zie je hem? Amarok. Ja, ik zie hem, ja. Dat is een Amarok aanwezig. Yes, Amarok en A6 zijn er. Ik denk dat dit voor de agent ook nieuw is. Ik denk dat hij ook even staat te zweten aan de overkant. Ja. Dan weet ik wel zeker dat hij staat te zweten. Ja, er staan vuurwapens gericht. Oké, ik ga even deze kant op. Pas op inderdaad, voor dat ze iets doen. Meneer. Rust. Oh, zo. Niet lachen. Bang. Hallo? Jake. Hey, roept een agent. Ja. Goedendag meneer. Hallo, mag ik komen? Ja, je mag naar binnen komen. Doe dat de wapen van zijn hoofd af. Oké, dat zijn er drie, neem ik aan. Vier. Dan hoef 5 mee is in contact gaat onderhandelen. Ik ga graag in stilte. Waar zegt u het is? Wij willen een rij doorgaan. Zeg dat er een hostage in iedere bus gaat. Vanuit onze positie op de linker snelweg zijn. Richting het casino. Willen voorsprong. Voorsprong, Dus opgezond, vrije doorgang, voorsprong. Snelwegenvrij. Ik zou eventjes alles gaan melden en dan ben ik zo beter terug. Ja, dat is goed. Rick, zo meteen in de busjes. Rij jij of rij ik? Als we doorstitjes erin hebben. Jij rijdt. Oké, top. Stel maar, er gaat iets fout. Ze proberen toch eens te flikken. Heb ik altijd Ja, oké. Top. Beetje stress? Ja, best wel. Nu valt het eigenlijk al mee. Op dit moment staan er buiten 5 agenten. Zeg als er motos en spel komen. Ja, is goed. Ik zou ook voor Zulus opletten.
moeten goed uit zicht blijven, jongens, want ze staan daar toch met zich door de deur. Dus als ze nou met z'n vier in één keer midden in de kamer staan, dan kunnen we zo door ons kop geschoten worden. Dus we gaan even veilig allemaal een beetje achter een muurtje staan en verschuilen. Klopt het dat ik een helikopter hoor? Ik hoor ook een helikopter. Ik zie volgens mij inderdaad een Zulu vliegen. Oh nee. Zulu vliegt achter de bank. Kut. Hij komt er, die DC komt deze kant op, jongens. Is het nieuwe onderhandelaar? Nee, je moet goed opletten, want volgens mij is DC een beetje dingen aan het doorzoeken. Er rijdt een Amarok bij mij bij de tunnel. Okay, zeg gewoon dat je pech hebt met je lading. Ik zit in de bosjes. Jammer. Zulu zit nu boven de bank. Komt hij naar binnen? Ja, hij hou je... De weg die jullie willen nemen is nu trouwens vrij. Jongens, als die één verkeerde beweging maakt, ik schiet in ons dus dood, hè? Dus hou me... Schiet hem maar dood. Eén verkeerde beweging. Nee, zou ik niet doen als ik jou als mag. Goeiedag, meneer de agent. Er staan momenteel twee agenten en allemaal op bij de tunnel. We krijgen intussen telkens meer over het oortje te blijven bij de vrachtwagen staan. DSC die is binnen. Die is even aan het controleren. Perfect, we zijn in goede staat, goed behandeld, alles. Zelfs gratis drinken gekregen. We krijgen zelfs een aanrader van Loey de gijzelde. En de vluchtroute is nog vrij, hoor ik net via het oortje. Onderhandelingen zijn nog altijd bezig, gewoon rustig aan doen. Ze blijven bij de vrachtwagen. Tijd kan direct horen, rustig aan. Amarok is doorgereden naar de tunnel, één agent staat al bij de vrachtwagen. Ze zetten de weg van de tunnel af. Ze hebben de tunnel afgezet? Ja. De tunnel is afgezet, jongens. Ja, ik denk dat ik wel een andere route weet. We kunnen ietsjes doorrijden, de snelweg. We kunnen door het ravijn heen. Ik denk dat dat het beste is. Oké, jongens, het busje is even rood geworden, maar dat was wegens wat problemen. Maar verder is dat niet erg. De DC is er weer. Goed nieuws. Ja. Het gaat in principe gewoon geregeld worden. Jullie krijgen gewoon vrij doorgang. Want jullie wilden de snelweg naar de gevangenis, hè? Alleen die. Ja. Hey, je krijgt je snelweg. Die krijg je. Ja. 40 seconden, die krijg je ook. Voorsprong en de snelweg. Maar uit blijk van goede wil wil ik in ieder geval nu één hostage hebben. Nu, hier. En dan niet straks bij het vrijlaten, maar nu. Oké, hij wil in ieder geval één hostage. Oké, doe maar met die kerstmuts dan, Johan. Langzaam naar voren lopen. Is je kerstcadeau door je kerstmuts dit? Heel langzaam naar voren lopen. De man met de kerstmuts mag er vandoor, jongens. Die mag zijn vrijheid tegemoet komen. Moet ik ook mee, of? Nee, hij blijft nog even zitten. Oké, ze gaan de snelweg regelen. De 40 seconden voorsprong krijgen. Alles staat er nog steeds vast. Ja, staat nog steeds een Amarok tent. Oké, dan nemen we een andere route, lijkt mij. Weten we doen we het ravijn? Of? Ja, ik denk dat je best via het ravijn kan gaan, man. Nee, die tunnel kunnen we inderdaad wel vergeten. Maar we moeten nu, misschien is er Zulu aan bijtanken, hè? We moeten nu gaan, inderdaad. We moeten nu. Het begint donker te worden. X5 en de 5-serie zijn weer te plaats. We moeten wachten op de onderhandelaar, we kunnen niet. Goed. Tim komt goed. Ik hoor een Zulu boven mij. Oh kut, hitte camera, weg, we moeten nu weg. Wat mij niet blijkt is hostage pakken en dan gewoon naar buiten. Ja, kom. Doen we dat? Hugo? Moet ik mee? Oké, 3. Zulu is nergens meer te bekennen. Hij gaat wel boven mij. Hij gaat in dat busje, achterin, hè? Niet boven ons. Ze hebben mij in zicht. Sowieso. Oké, let's go. Oké, ze gaan nu. Oh, kut! Heb je gedaan? Ja, verkeerde! Gas. Schok je hem dood? Ja, geen per ongeluk! Oh, je idioot! Je idioot! Oh, wat deed je? Nee, fuck, dat ging per ongeluk. Gelijk achtervolging. Waar moet ik stoppen? Verder. Zeg gassen, gassen. Ja, ik zeg ook. Gassen, gewoon vol gassen. Op tijd houden ze. Vol gassen, vol gassen. Ja, ze komen allemaal naar mij. Rechts. Hier. Oké, het begint nu. Ja, allemaal. Schom. Kut. Iedereen weg uit de bank? Motoren moeten aanstaan. Dit kan nog. Hoe kut. Rennen. Wat de fuck is dit dan? Gassen, rijden. Oeh, dit gaat. Kijk uit, de politie voor je. Politie? Ja, links. Ik ben er vandoor. Ja. Gassen, rechtdoor. Oké, jij moet zeggen waar ik heen moet. Dan gaan we. Ik ga je naar vragen. Gewoon nu, tot nu toe rechtdoor. Rechtdoor rijden. Oké, top. Rechtdoor. Oké, dat gaat goed. We rijden met z'n twee achter elkaar. Stop. Wie is de bandslek? Geen idee. Navigatie staat op de telefoon. Gassen, ben je de motor? Ja, ik ga zo hard als ik kan. We hebben allemaal nog vluchten. Gaat. Er rijdt politie achter ons, gassen. Ja, zeg maar wanneer ik eraf moet en zo. Houd het oortje vrij. Ja, het oortje is vrij. Zie naar links, hè? Hier naar links, hè? Ja. Ja, top hier. Hier ook rood, ja. Langzaam de weg volgen. Hun kunnen hier niks. Van door, gassen ook, hè? Frank zit auto's gereed. Ja, gassen. Gassen, de auto's moeten gereed staan nu. Oh. Ja, auto's staan gereed. Oké, hier naar rechts. Fucking hell, ouwe. Wie is er nou neer? Wie zijn er weg? Jordi en Piet zijn... ETA van mij. Zijn die neer aangehouden?
3 minuten denk ik. Ja, ze zijn aangehouden denk ik. Ah, kut, dan zijn we de helft kwijt ook. Ja, fuck man. Dat en ze moeten gewoon, ja, die zijn fucked. Die zijn kut. Ja, maar dat is voor ons nu geen stress. We nee, dat is wegkomen. Voor ons nu geen stress. Wij moeten nu wegkomen inderdaad. Ja, die helikopter die zit hier ook echt. Die zit hier links waarschijnlijk. Ja, blijf goed voor je kijken dat er niet in één politie voor je staat. Hier moet je rustig rijden, want het zijn hoge bergen. Hier brugje over, Ja, bruggetje over. Zet je lamp uit, zet je lamp uit. Lampen gaan uit, lampen zijn uit. We gaan. Wie rijdt er achter ons? Ik hoor een helikopter. Ja, ze hangen boven ons. Ze hangen boven ons? Kut, sorry. Okay. Wij zitten zo meteen met z'n tweeën in de auto, hè? Ja. En deze bij de tunnel, een af. Oké, je gaat hier zo meteen naar links toe. Over het bruggetje? Ja, maar dat is vlak bij de tunnel, hè? Ja, maakt niet uit. We gaan ons hier tegemoet komen. Ja, maakt niet uit. Dit is geen politie. Dit wel. Ja, gassen. Ja, kijk, dit is een B-klasse, die mogen hier niet uit. B-klasse bij ons. Die kunnen hier niet uit. In de bergen. Heel goed uitkijken, dat zijn hoge bergen. Ja, dit is een bocht ook, moet ik oppassen. Top, dit kan. Dit gaat goed, Fucking hell. Dit kan nog allemaal. Frank, jij moet zo meteen ook gewoon de Luma pakken en weggaan, man. Of op Mees wachten. Ja, hij kan ook de motor pakken. Hij pakt de uiterste linkse Luma, dan ga ik inzetten. Jezus, hé. Ik hoor ook nog politie. Ja, weet ik, man. We moeten echt Maar die los. Kan niet hard. Die kan toch niet hard gaan hier? Als ik een politievoertuig zie, kan ik doorrijden? Of? Ik zit op de heli. Ja, als je politie ziet, kom je weg. Wij komen er nu aan. We zijn er echt bijna. ETA, 1 minuut. Jij rijdt of rij ik zometeen? Zijn klaar in west-oostelijke richting. Ja, ik rij wel. Kom. Jij rijdt in de Luma? Ja, ik ga wel rijden. Oké, top. Ik kan mijn hart echt niet meer aan, hoor, dit. Alle voertuigen zitten achter mij. Jullie hebben echt heel veel spul uit. Ja, oké, top. Ja, we zijn er. Ik ben van het zand af. Jullie moeten echt heel snel rijden. Rijden. Ja. Stoppen. Pak deze. Karren. Kijk, Zulu hangt nog boven ons. Ik hoor een Zulu. Oh, pas op. Oh. Sta jij. Oké, gassen. Pas op, alsjeblieft. Ja, goed rijden. Pas op voor alle auto's, alles wat je ziet. Dat ging goed. Oké, er zit politie, die volgt Mees, volgens mij. Volgens mij volgt hij ons. Nee, hij volgt ons wel. Hij volgt ons. Zulu of politieagent? Nee, politieagent op de weg. Dus okay, doorrijden. Doe je licht uit. Oh, kut. Die politieagent die volgt ons. Doorrijden. Okay, je ging we toch uiteindelijk... Mark, mijn kant op. Jullie kant op, Rick. Ja, we hebben volledig... Oh, er zitten nu al niet 5 achter ons. Mark 33. Ja, die zit achter ons. Hoe mag je door? Karren gewoon. Oké, Je kan hier, heb je zo meteen nog geen kruispunt. Hier heb je zo nog geen kruispunt. Ja, die pakken we. Oh, hier voor ons. Eraf gaan je. Eraf. En dan naar beneden. Kan je nog naar beneden nu? Oh, ja, dat kan. Top. Goed zo. Deze is namelijk verstandiger. Als ga je gelijk direct richting de stad. Je wil nog even die afstand hebben op de snelweg. Zit politie in mijn rug. Jeffrey is free. Kutzooi. We hadden hem echt moeten volgen. Free gepakt of... Hij rijdt langs me. Ja, wij zijn richting de Dam. Oh, hier hoor ik ook agenten. Ik ben vrij jongens, ik zit in een nieuwsbus. Die ging boven langs, die ene. Was op voor deze auto. Ja, top. Hier kunnen ze niet snel, hè? Nee, maar wij wel. Ja, wij wel. Dat is het mooie. We moeten ook geen autoswitch meer maken. Die tijd kunnen we niet kwijt nu. Nee. We moeten zo meteen een kledingswitch wel doen. Kledingswitch moet wel gedaan worden. Ja. Zie jij Zulu? Kijk of je Zulu ziet. Ik zie niks. Ja, hij hangt er nog. Zeker. Jazeker, dat hij er hangt. Ja? Ja, hij ziet ons nog. We worden gewoon gevolgd. Ik denk dat een winkel kledingswitch ook geen optie is, man. Qua tijd. Wacht. Lijkt doorrijden. Oh, je schiet hem. Reageerde hij erop? Ik kon niet goed zien. Nee, totaal niet. Fucking schoten op hem gelost te houden, dan moet je opdonderen. Jeffrey, jij moet voor ons afleiden, jij hebt dezelfde auto. Wij zijn bijna bij Iptein, ouwe. Staat een A6 onderaan Iptein. Donderop. Is hij bij de Dam? Staat er een auto bij de Iptein? Bij de Iptein? Deze hier rijdt heel veel politie onderaan bij Iptein. Oh, wat doe je gek? Naar de snelweg. Oké, ga je het snelweg? Gast, dit is niet te bedoelen. Oh. Ja, we kunnen niks anders, bro. We stonden daar vol met politie. De Luma hoort het aan te kunnen, we gaan gewoon heel langzaam. Bro. Gaat ze wel alle kanten op, man. Oh, fuck. Weer gelijk. De muskleur. Dit is niet de bedoeling. Ze gaan schieten. Ja, ze schieten. Oh, eigen locatie, Karel, Ryan. Ja, goed zo, nu hem volgen. Kut. Waar? Ja, bro, ik kan nog. Ja, hij ging naar links. Oké, Jeffrey, richting. Audi achter mij aan rijden. Ja, wij hebben te veel ook. We hebben er drie achter ons. Bro, dit is niet grappig. Ik heb momenteel een Mark DIZ achter mij aan. Ja, ik heb afleiding nodig, ouwe. Losweg. Gassen. Oh, dat was heel te dichtbij. Probeer niet te veel van dat soort dingen op te zoeken. Dan kunnen ze ons insluiten. We moeten de bergen weer in, gast. Ik kijk wel achter ons. Oké, we hebben er nu één. Die anderen die zijn weg. Die rijden echt verder achter. Die rijden veel verder achter. Dus we maken een voorsprong. Zeker als je nu de bergen in gaat. Rijden gaat nog goed. Die Zulu is er. Die moeten we ook kwijtraken.
Bro, ik moet de berg in. Ga je proberen ja, je moet maar wel off-road. Het is niet echt de berg. Ja, ja, daarom. Off-road zoeken. Het is gewoon een harde weg. Oh. Nee! Oh, nu wel bij de van de pier. Goed. Oh, hij heeft hetzelfde. Hoeveel zijn er? Ja, twee. Eén unmarked en één Audi. SUV of? Nee, geen SUV. Oké. Volgens mij ook een sedanetje. Momenteel langs Subway. Ja, dit stopt. Hier kan hij niks. Hij rijdt er rechtdoor. Richting het noorden centrale bank. Weet je iets van een zoom? Als je nu eenmaal de kleding ja, die ligt boven ons. Die is er nog steeds. Ik ga rijden hebben omdat hij het. Hoe zijn benzine nog niet op? Ik ga switchen naar G-klasse. Echt op de rechter. Hey, volgens mij zijn we die Zulu kwijt. Switch naar G-klasse. We zijn die Zulu kwijt. We hebben een onbekend voertuig nodig. Richting Sandy. Wij zijn de Zulu kwijt. We hebben nu onmiddellijk een nieuw voertuig nodig. Ik sta nu op de airfield. Ja, onderweg. Ik ben nu bij oud Wietpluk. Wie stapt achter op de scooter? Agent is net langs gereden. Nee, ze zit in een auto. Ja, maar wie stapt achter op de motor bij wie? Ik weet niet, ik hoorde iemand dat de motor had. Maakt me niet uit. Ja, één man blijft rijden, zeker of niet. Ik kom nu de achterzijde van de airfield op rijden. Oké, ik stap bij jou op, Piet. Check die Zulu. Hier ook. Ik stap achter op de motor. Ja, kom motor. Snel. Ja, gassen. Goed zo, oké, nu gassen. En nu jij rijdt doodnormaal. Ja? Ik heb nog een heel deuzy team. Wij kunnen niet doodnormaal rijden, dat kunnen wij niet. Oh, gassen. Ik ben Piet, sorry. Oh, sorry, maakt niet uit. Top. Ja, ik ben heel erg daar focus op rijden. Ja, dat snap ik, absoluut. Gewoon lekker rijden, je gang gaan. De Zulu is niet aanwezig. Ryan, ga je geen Zulu om ons heen. Zo, we gaan hard. Dit is niet normaal. Piet, heb je nog geld? Ja, is goed. Ik zit in een G-klasse. Ik ga nog heel even langs voor een pitstop voor te tanken. Ja. Kan ik hier? Ik kan hier niet omkleden. Is het een Zulu of iets? Nee. Nee. Oké, alles gaat recht in de stad. Maar we rijden nu ook op een hele open snelweg, ja, Piet. Ja, we moeten kijken dat jij zo snel mogelijk van outfit switcht. Dat is belangrijk. Dat moet. Jij bent al van auto. Hoe is het met Jerry Geijnen? Ja, met Jordi? Ik heb nog twee deuzen achter me aan, maar... Ik weet het niet. Die is aangehouden waarschijnlijk. Volgens mij is die aangehouden. Die is waarschijnlijk aangehouden. Ja, Ryan en Makkers zijn de grootste prioriteit. Die hebben het geld nog. Heb jij ook je geld nog, Piet? We moeten omkleden. Ik moet me omkleden. Kan je dat bij een hele afgelegen winkel zien? Rijn me bij je? Ja, ik probeer. Oké. Ik kleed me om. Moet ik mijn helm ophouden? Nee, Denise, dat is toevallig. Ik denk dat ik ga moeten zwemmen. Ik kan dat je doen. Je kan eentje huis pakken, man. Richting golf. Ja, denk ik daar kan staan. Waar is dat? Daar kan je in de garage kan je staan met de garage is altijd open. Mag wel van Enkie. Ik ken Enkie goed. Ik mag mijn shit er wel neerzetten. Hier naar rechts. In de garage zetten en dan het huis in. Top. Naar het huis in. Garage gedicht. G-klasse wordt gezocht. Hey, kom. De kabel opstap. Kom. Hey, dankjewel Henkie voor het lenen van het huis. Even je helm opzetten. Oh ja, goeie. Anders wordt straks. Anders krijgen we straks het opteken dat je zonder helm aan het rijden bent. Oké, op naar het ganghuis. Oh, fucking hell, ouwe. Zo. Waar is hem? Naar boven. Ja, ik ga naar boven. Zo. De tering, ouwe. Jezus, we zijn Jerry verloren. Is hij niet neergeschoten? Is hij echt aangehouden gewoon? Nee, hij is aangehouden. Tim is vrij. Yes, boys. Tim is vrij? Top, dat is Mace. We kunnen gewoon weer namen gebruiken, jongens. Mace is vrij. We zijn alleen Jordi kwijt. Alleen Jordi kwijt. Ja, okay. Maar het geld, wat is met geld gebeurd? Wij hebben alles nog. Wij hebben het geld nog. Piet, geef ook even mij, dan drop ik het hier alvast in de kluis. Drop het in de kluis, inderdaad. Jezus, hé jongens. Ja, ik ga maar gewoon zitten, blijf even zitten, ja, doe wat anders. Even afleiding. Ja. Ik heb het oortje dicht gedaan, Rick. Ja, even voor de rust. Nou jongens, we hebben de bankoverval gedaan. Ik ben een mannetje van het roken, maar ik moet er toch even eentje opsteken. Ja, dat snap ik. We hebben de bankoverval gedaan. We hebben in ieder geval 3/4 van het geld voor goudstaven waren het. In totaal hadden we er 50 volgens mij. Ik had er bij Jordi niet zo heel veel in gedaan. Nee, oké. Want ik denk, die is al genoeg druk met andere dingen. Ik hoef er niet te rijden. Dus ik heb ons volgegooid. Maar ja, heb ik ook veel meer. Ja, ik merkte net. Zware kuttas. Joh, we zijn in ieder geval fijn. Het geld zit in de kluis? Goudstaaf zit in de kluis, ja. Weet je hoeveel het ongeveer goud waard is? Dit? Weet ik niet. Hé, Samuel. We gaan zo meteen even kijken voor een... Samuel. Ja, we willen je ook gelijk even voorstellen aan het nieuwe lid. Hoi. Wie is dit? Dit is Samuel, toch? Samuel. Ja, Samuel, top. Ja, Mason. Ja, ik kom eraan. Komt hij ook bij ons? Ja, in internationale haven. Yes. Ah, ja, hij is gelijk druk, ja, hij is gelijk druk. Ja. Oké, top. Dus we hebben twee nieuwe mensen ook in de gang. Dus ik ben niet meer de nieuweling. Nee, ik ben niet meer de nieuweling. Top. Nou, dan ben ik gelijk helemaal op groen met deze bank overval. Nee, Mees. Ja. Hier komt ook nog een nieuw lid aan. Oké. Ja, dan dacht ik al dat het Willem zou zijn. Ik hoorde je al het oortje, Willem. Ja, dat vind ik leuk dat Willem erbij zit. Top, man. Willem is een voor spek en bonen. Zo.
Hey, welkom. Ik ben nu niet meer de nieuweling, alleen jullie kennen elkaar al langer dan dat jullie mij kennen, dus soort van ben ik nog steeds nieuw. Hé, hey, maar Rick, ik zit achter. Ik heb je opgebeld, ik ben naar achterbak gesprongen. Jij zat achter ons, Mees, op die motor. Ja, en ik zag het. Iedereen achter ons, jongen. Gast, dit was eng. Oh, jij zat inderdaad achter ons. En toen wij die auto pakten, toen dacht ik dat we nog meer tijd hadden. Maar toen reden we Mees nog bijna van de brug af. Ja, zo, al die hekjes, joh, die hekjes vlogen alle kanten op. Zo, die hekjes, die vlogen alle kanten op. Mees bijna van die brug afgetiefd. Proost, heren. Op het goede leven. Ja, alsjeblieft, thanks. En op rijkdom. Hey, proost, jongens. Ik denk op een mooie overwinning, boys. Sorry, dit was echt een goede overwinning. God, ik vraag net aan je, wie wil er een biertje? Ik wil ook wel even een momentje nemen voor Jordi. Die is helaas waarschijnlijk 60 maanden niet aanwezig. 60 maanden, kut. Dat is 60 maanden, die is even weg. Hij heeft wel geluk dat hij geen Volkswagen heeft. Nou, daar is hij eindelijk een keer blij mee, denk ik. De eerste keer dat hij geen gun heeft. Oh, jij bent met de jetski helemaal gegaan, Jeffrey. Ik ben richting het strand gereden. Luister. Ja? Ze staan met 3 DSI-wagens bij de Silencer Ganghuis. Echt? Oh, God. Loser. Nee. Best kennen ze niet. Nee, nice man. Echt, ik had veel beter kunnen lopen, maar ja. Ik heb nog nooit met iemand zoveel gestrest in een half uurtje als dat ik nu zojuist met jou heb gedaan op die motor. Bro, en in die auto. In die auto. Bro, midden op de dam, hè, dat ik gewoon fucking 20 kogels even die helikopter. Hij deed niks, hè? Hij deed niks. Ik had het hele DSI-team achter. Ik hoor een auto buiten, klopt dat? Ja, ja, als het goed is zijn dat samen wel. Oh, ik schrik me rot, man. Ik schrik me rot, man, joh. Godverdomme. Nee, joh. Ik moet weer val. Oh, ik schrik me rot, man. Nou, en hier de derde nieuwe lid. Oi, ik ben Mason. Hallo. En wat gebeurt er met het andere huis dan van jullie, waar nu de DSI staat? Is dat DSI? Afvikken. Dan ga ik even naar DSI. Ik denk dat ik even wacht met die weggaan. Ja, goed. Je kan hier ook blijven slapen. Ja, pit op de bar. Ik ga hier ook wel even slapen, denk ik. Ik denk dat ik het sowieso wel doe. Willem dips de bank. Slaapzaal. We kunnen over slaapzaal. Ja? Oh, dan ga ik even naartoe dan. Hey jongens, wacht eens, zeg even graag. Hey jongens, dankjewel voor de stress, voor de hartkloppingen en weet ik van wat we allemaal deze dag hebben gekregen. Yes, ja, hier hebben we een kamertje zitten, daar kunnen we gewoon even slaapzaal van maken. We blijven hier wel nog een beetje te wachten houden. Okay, ja, leg je al een matje neer en zo en dan ga ik dat is goed. Even dutje doen voordat je weggaat. Ja, zijn we goed, man. Ja jongens, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie hem heel spannend en leuk vonden. Vergeet zeker even niet te abonneren als het echt zo is. Het geschatte geld dat wij hiermee verdienen, wat de goudstaven waard zijn, ligt rond 500.000. Het is nog niet zeker, we gaan kijken. De politie kan het geld wel gaan traceren, dus er komt nog veel meer nieuwe content aan. En ja, dat is het eigenlijk gewoon, dus doei. Abonneer, doei.